welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen met nieuws uit Friesland. Een museum in Franeker heeft een plek gekregen op een belangrijke lijst. Een museum in Franeker heeft een plek gekregen op een belangrijke lijst. Oké, daar weet ik nog net niks. Is het profeet Mohammed portrettenmuseum terechtgekomen op een dodenlijst van IS? Zo ja, dan heeft dat nog lang geduurd. Maar nee, dit gaat over het IJzer-IJzinga-museum. Het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Dat is gisteren uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Dat is fantastisch nieuws. En het is ook volkomen terecht, want het is echt een super vet ding. Hier, kijk maar. Dit is de woonkamer van Eze Ezinga, een 18e-eeuwse hobbysterrenkundige die besloot het zonnestelsel na te bouwen. Zo, hallo. Ik maak wel eens een kleurplaat voor volwassenen half af en dan ben ik al trots op mezelf. Maar Ezinga heeft in de 18e eeuw het zonnestelsel nagebouwd op een schaal van 1 op 1000 miljard. He, met de aarde en de zon en alle planeten. En het beweegt, hè? De hele zolder is een gigantische klok en daardoor kun je beneden precies zien waar de planeten staan op het plafond van zijn woonkamer. En dat heeft hij dus in zijn eentje gebouwd in de 18e eeuw met een blinddoek om. Oké, dat laatste niet, maar wel, wel vet. En zijn vrouw stond ook in de stad bekend om haar gemopper. En wie mag dat weer gaan afstaffen? Maar goed, het staat nu wel mooi op de werelderfgoedlijst. En zo werd dat bekendgemaakt. Wie was het gewelf in het planetarium? Gewoon, als vanzelfsprekend, trochticket, liek het diertje hoort in Frensier even stil te staan. Alles en elke nier die het museum een warm hart draagt, wacht het op dat ene moment. Adopted. Congratulations to the Netherlands. Wacht even, dus die Saoedi's, die zijn nu niet alleen alle voetballers aan het kopen. Ze zijn ook Friese planetaria aan het beoordelen. Wat is dat voor land? Nou, Ezinga, die deed er trouwens 7 jaar over om zijn planetarium te bouwen. Helemaal in zijn eentje. Is monnikenwerk. Maar toen hij klaar was, in 1781, had hij wel alles erop en eraan. Alle planeten zaten erin. Nou weet ik toevallig, in 1781 werd de planeet Uranus ontdekt. Ja, wat moet dat de klap geweest zijn voor Ezinga? Uranus, ja, bliksem piepen. Schat, we moeten groter gaan wonen. Uranus moet erin. Oh. Nou, en ook de NOS ging even langs in Franeker. Een hemelsblauw plafond met kringen en meetafstanden en een grote mate van astronomische nauwkeurigheid met de hand gefiguurzaagd door een man met een missie of, je weet het niet, een uit de hand gelopen hobby. Een man met een missie of een uit de hand gelopen hobby. Zo heet ook de nieuwe documentaire over Russell Brand. Maar voor IJzer-IJzinga was het wel echt een hobby, want zijn beroep was wolkammer. Hij werkte met schapenwol. Het is een beetje alsof er nu ergens in Nieuwegein een stucador in de bijkeuken deeltjesversneller aan het knutselen is. Ja, ik heb nieuwe neutrino's ontdekt. Je kan ermee tijdreizen. Kijk maar even, ik moet nog door naar een klant. Doei. En nog cooler, IJzinga bouwde het planetarium om nepnieuws te bestrijden. Want in zijn tijd was er namelijk een Friese predikant die beweerde dat door de stand van de planeten de aarde binnenkort in de zon geslingerd zou worden. Waarschijnlijk was dat een voorouder van Duitse Kroes. Ezinga vond dat zo'n onzin dat hij een heel planetarium heeft gebouwd om die predikant zijn ongelijk te bewijzen. Hij was dus eigenlijk een factchecker. Het is wel een heel ingewikkelde manier om je gelijk te krijgen. Dat doet mij een beetje denken aan die keer dat ik een koekenpan op had om te bewijzen dat PFAS niet schadelijk is. Nou, Franeker en IJzer van Herte Lovelitz. En dan, dan gaan we even naar de problemen bij een beursgenoteerd bedrijf, Ajax. Dat is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat hele slechte voetbalwedstrijden produceert. En het is daar één grote rotzooi. Technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft op de laatste dag van de transferperiode een speler gekocht via een zakenrelatie die ook aandelen heeft in zijn eigen bedrijf. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport. Ja, belangenverstrengeling dus. Dat is toch verschrikkelijk? Dennis Bergkamp draait zich om in zijn graf. Oh, die leeft nog. Oké, ja. Nou, mijn excuses aan de nabestaanden. Maar dit is een groot probleem voor Ajax. De fans die zijn hier ook niet blij mee. Hier, kijk, Ajax leidt reputatieschade. Dit mag niet lang boven de markt hangen. Al dus directeur-bestuurder Fabian Nachtzaam van de Onafhankelijke Supportersvereniging. Wat moet ik me voorstellen bij een onafhankelijke supportersvereniging? Ga staan als je geen voorkeur hebt. Wat? Dit is een club, wij zijn neutraal. Wat? Nou,
Nou, de vereniging Ajax is vanavond bij elkaar voor een vergadering in crisissfeer. Die vergadering is vanavond, dus we kunnen even schakelen naar onze vaste sportredacteur Diederik Smit. Die staat in Amsterdam. Diederik, wat is er allemaal aan de hand daar bij Ajax? Nou ja, heel simpel. De club is in een grote crisis gestort door Sven Mislintat. Ja. Wat is Sven Mislintat? Ja, dat is een goede vraag. Nou, Sven Mislintat is de Duitse technisch directeur van Ajax. Die heeft deze zomer 110 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Akpom, Sosa, Mikau Tatsen, Manswerk, Forbes, Dingflof, Bips, noem ze allemaal maar op. Dat loopt nog voor geen meter. Ajax gisteren weer niet gescoord. Ook niet gespeeld, maar het is toch een teken. Morgenavond moeten ze tegen Marseille. En nu ligt Mislintat dus onder vuur vanwege belangenverstrengeling. Op de laatste dag van de transferperiode haalt Mislintat de linksback Borna Sosa van Stuttgart naar Ajax voor 8 miljoen euro. En zijn zaakwaarnemer is, jawel, AKA Global. Het bedrijf dat net als Mislintat aandelen heeft in Match Metrics. Ja, dit is natuurlijk een hele rare constructie, want die Borna Sosa, dat is een linksback. En die hebben ze hier dus op rechts gezet. Dat is onbegrijpelijk. Ja, dat is een rare keuze inderdaad. Maar hoe erg is dit precies? Ja, dat wordt nu onderzocht. Het is zo... Au. Jeetje, waar kwam die bal vandaan, joh? Sta je bij het trainingsveld? Nee, niet eens in de buurt. Ik sta op 400 meter, maar ja, ze kunnen er niks van. Ik zal de bal even terugschieten. Niet te goed, want anders sta ik daar morgenavond in de basis. Ja. En ik heb morgen verjaardag. Maar goed, Mislintat die heeft wel de schijn tegen. Want Het was dus zijn taak om spelers te kopen. En deze zomer heeft hij dus allemaal onbekende spelers gekocht voor veel te veel geld. Hè? Ja, hij haalde bijvoorbeeld de Chuba Akpom van Middlesbrough. En de voormalig trainer van Akpom die zei daarover: het is een bloody miracle dat Middlesbrough 14,3 miljoen euro voor hem heeft gekregen. Of een Duitse reservekeeper, Ramay, die werd voor ongeveer 10 miljoen gehaald. En de Duitse media reageerde met: je mond valt open van verbazing en sorry, wat? Dus niemand snapte iets van die transfers? Nee, niemand snapte iets van die transfers. Sterker nog, die spelers waren zelf ook verbaasd dat ze gekocht werden door Ajax. Die Duitse keeper bijvoorbeeld, die kon niet geloven dat Ajax zich voor hem meldde. Is dit een droom? En al die andere aankopen hadden precies hetzelfde. Forbes kon Ajax interesse niet geloven. Ik ben nu hier, dus het was echt. Ajax aanwinst Medic straalt. Ik kan het nog steeds niet geloven. Wauw, dus Ajax zit nu met allemaal spelers die zelf betwijfelen of ze wel goed genoeg zijn voor Ajax. Ja, en volkomen terecht. Maar ja, een goede trainer die kan daar soms nog wel wat van maken. Maar die heeft precies hetzelfde probleem, want die is ook aangesteld door Mislintat. Hier, Ajax-trainer Stijn, verrast door aanstelling, dacht niet dat ze bij mij zouden uitkomen. Dus ja, het is één grote chaos. Overigens kwam zojuist naar buiten dat de raad van commissarissen... Wat? Ja? Wat? Ja, kan. Ja, leuk. Wat doe je, Diederik? Wat gebeurt er allemaal? Ja, het is een contract voor 3 jaar. 18 miljoen. Het is een droom. Wauw. Ik had het zelf ook niet verwacht. Nee. Nou, de chaos is compleet daar. Dankjewel, Diederik Smit. En dit was vandaag. Straks gaan we goedkoop denken. En cabaretier Noob is de gast. Hij is nog even dit. Moffenhoertjes hebben vanaf nu een andere naam. Roggekoekjes. De vertrouwde, gezonde snack. Maar dan zonder de associatie met moffenhoertjes. Moffenhoertjes, roggenkoekjes. Minder beladen, net zo gezond. Ik heb wat kijkersonderzoek gedaan. En wat blijkt nou? Alleen de 10% leukste en aantrekkelijkste kijkers abonneren zich op dit kanaal. Ik weet niet wat jij doet, maar ik zou er wel bij willen horen. Snel, abonneren.